Dès que vous gravez à nos gènes, Massa Pemba à nos gènes, Begadoti à nos gènes, Nathan Bumfoui à la. Nos hornes bleues, Tambribi nous réfi, on a des vestes la main. Fatherland, Suriname is je vaderland. Suriname altijd dichtbij, je sap vader. In me ati, srana. Fetigi mama stranan, Rasta eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, vaderland. Oh, Donnie, brada, ga sa jou de baka cultuur TV speciaal voor jou. En natuurlijk, Theodoro en Presi, daar groeten we natuurlijk de mensen die hier zijn. We beginnen ons vandaag te Almere. En wie kent het niet? Almere, Walosma, Sap Almere. We zijn hier op de markt. En voor ons staat een mevrouw. Dag mevrouw. Wat is uw naam? Bernadette. Bernadette, goeiedag. En waar komt u vandaan? Waar bent u geboren? Paramaribo, Suriname. Paramaribo, Suriname. Oké, het is een regenachtige dag vandaag. We zijn hier op de markt. En hoe gaat het met u verder? Nou, verder. Ik ben gevallen. En ik heb last van mijn arm. Dus er zijn bepaalde dingen die ik niet leuk vind. Maar ja, wat moet je eraan doen? Inderdaad. En vooral nu dat alles zo duur geworden is. Vreselijk duur, hè? Is een handicap. Ook voor de mensen in Suriname. Gaat u wel eens naar Suriname? Jawel. En hoe vindt u de situatie in Suriname? Rommelig. 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 Ja. Heeft u dat de laatste tijd gevolgd? Nu vandaag, gisteren was het zo spannend daar in Suriname met boters. Heeft u het gevolgd? Het is eentonig geworden. Eentonig? Maar nu is hij gevlucht, ze kunnen hem niet vinden. Nee, maar ik wist dat ze hem niet zouden vinden. Dat gevoel had ik. U kon het een beetje voorspellen dat ze hem niet zouden pakken. Ze werken onderling, zelf die gasten van hier. Ze werken onderling met boters ook? Ja. Denk je dat er geen witte mensen bij zijn die daar ook wat gedaan hebben? Ja, maar nu is hij op de vlucht, ze kunnen hem niet vinden. Dat is Woutersen. Wie kent hem niet? Maar die andere collega's van hem hebben zich, een paar hebben zich aangemeld. Ja, die waren eerlijk. Die waren eerlijk. Maar wat vindt u ervan? Sommige mensen zeggen van ja, Boutersen is laf. Anderen zeggen nee hoor. Dus je hebt voor en tegen. Je hoort de een zeggen hij is laf, de ander zegt nee hoor. Maar daar heb je het altijd. Het is of hij gaat zich melden of hij zou het niet doen. En dat gevoel had ik ook, dat hij zich niet zou melden. Maar wat vindt u ervan? Is het goed dat hij is gaan schuilen? Of? Zielig, want ik heb een neef, hij was advocaat, host. En die is ook vermoord. De tante is nu overleden. Ze had verdriet tot aan de dood. Oh, ze is overleden, dus ze heeft dit niet kunnen meemaken wat er nu gebeurt. Nee, ze heeft dat niet meegemaakt. Nou, we horen het wel. Het is jammer, maar goed, dus als het, je zegt ja, je had het wel kunnen voorspellen dat ze zouden boten niet kunnen op. Dat gevoel had ik, ja. Dat ze hem niet zouden vinden, die man is slim. Hij weet precies wat hij doet. Maar 20 jaar gaat hij moeten schuilen dan? Nou, hij heeft zoveel vrienden en mensen die achter hem staan, dus ja, zal wel hulp komen. Dus waar hij zit, is zal het wel goed zijn dan? Ja, het zal wel. Je hoort hoe zijn vrouw praat. Dus ja, zijn vrouw zegt ook van nee, ik weet niet waar hij is. Als vrouw moet je toch weten.
Maar u zegt, liever was hij gewoon rustig gaan zitten. Hij gaat, nee, dit is een man. Ik denk niet dat hij die 20 jaar gaat zitten. Misschien niet eens een jaar. Misschien niet een jaar. Oké, okay, dus in uw familie is er wel iemand geweest die pijn heeft gehad hierover? Ja, Hoost, zijn broer is daar, probeert het aan te vechten. Maar ja, ik denk niet dat het tot stand komt hoor. U denkt niet dat hij ooit in een gevangenis zal komen? Nee, nee, nee. Deze man is slim. Hij is slim. Goed, u mag de mensen de groeten doen. Heeft u nog wat te zeggen? Nou, mensen die erachter staan, nou, succes. Dat moet ik maar zeggen. Ja, Bradangasa, jouw Debaka Cultuur TV is wel voor jou. Hier te Almere. Goeiedag, hier hebben we meneer voor ons staan. Dag meneer, wat is uw naam? Goeiedag, mijn naam is Philippe. Philippe, welkom bij Cultuur TV. Hoe gaat het mee? Ja, hartstikke goed hoor. Mooi, waar bent u geboren? Ja, ik ben zelf in Suriname geboren, dus zodoende ja. Oké, okay, Suriname. Gaat u vaak naar Suriname? In principe wel, ja. Ja. Mooi zo. En wat vindt u van de situatie? Volgt dit een beetje daar in Suriname met ja. Boters en allemaal? Ja, in principe een beetje. Ik mag niet liegen, wel een beetje, ja. Maar ik vind de situatie wel een beetje, ik zou het zeggen, ik vind het gewoon kloten. Ja. Wat is er? Suriname. En waarom ik het eigenlijk kloten vind, alles is zo duur geworden op het moment dat Santoki aan de bewind is. Dan vind ik dat Suriname gewoon duur geworden is. Ja, toch? Ja, 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 sure. Ja, want ik kom ook vaak en die mensen, je ziet dat die dingen inderdaad duur zijn geworden, de mensen klagen. Maar onderbouwden ze ging het even niet goed. En toen dachten de mensen, hey, we gaan het even kijken, misschien doet hij het beter. Maar het schijnt dat die mensen nog erger... Ja, klopt, ja. Ik vind dat het, nou, dat het steeds erger geworden is in Suriname. Toen Boters in bewind was, vond ik dat die spullen toch niet zo duur was dan nu. Snap je, de zodoende, ja. Ja, inderdaad. Je hoort de mensen vaker zeggen van, joh, San Kontiri, hoe kom uit. De anderen moeten twee, drie baantjes hebben, zeggen ze. Ja, klopt. Ik ben wel eens met die mensen, wat ze allemaal zeggen, ben ik wel eens mee. Want ik was zelf laatst nog in Suriname en als je de stad zag, helemaal dood. Je zag niemand meer in de stad lopen als voorheen. Want alles is duur. Op een gegeven moment spreek ik bepaalde mensen aan. En ze zeggen het ook, ja, het is hartstikke duur geworden in Suriname. We kunnen niet eens een zakkerij zelf kopen. En dan vond ik het wel triest. En af en toe gaf ik ze misschien wel wat geld om wat spullen te kopen. Je hebt misschien een oude vrouw die liep langs me heen. En die vroeg me, meneer, heb je wat lekkers voor me? En dan had ik zo'n medelijden met die mevrouw. Ik zei, en dan gaf ik er misschien 100 SAD gaf ik er. En ik vroeg er nog, ja, maar waarom vraagt u wat geld dan? Zei maar, ja, meneer, zei je eerlijk, zei, ik heb de hele week niet kunnen eten. Want alles is zo duur en duur geworden. En dat vind ik wel een beetje kloten. En dus onder Boters ging het dan iets beter. Ja, vind ik wel hoor, vind ik wel. Want toen ik daar zo was, ja, als je 100 euro wisselde, ja, had ik geld. En dan kon je heel wat spullen kopen. Je kon nog meer kopen, maar tegenwoordig als je nu gaat en je wisselt, voordat je denkt binnen 5 minuten, is het geld gewoon weg. En nou is de situatie zo dat ze Boters willen opsluiten. Wat vind je ervan? Ja, ik vind, sorry dat ik het zo moet zeggen, laat ze Santoki opsluiten. Want Santoki heeft ook dingen gedaan. Dat kan ik u eerlijk zeggen, Santoki heeft ook heel veel gedaan. Dus in principe moeten ze Santoki opsluiten in plaats van Boters. Want wat Boters gedaan heeft in Suriname, heeft Santoki niet gedaan. Want Santoki is een oplichter, zodat ik het zo mag zeggen. Want Santoki heeft de bevolking zoveel beloofd toen hij in bewind kwam. Ja, dit. Ik ga de koers gaat naar beneden, de koers gaat van 7 zoveel naar 2 zoveel. Is alleen maar voor de gek. Houdt hij die gasten. Hij houdt die gasten gewoon voor de gek. Hij houdt die gasten voor de gek. Ja, ja. Dat zijn de bewoners in Suriname zelf, hè? Want hij heeft ze zoveel beloofd en ja, in principe kan hij gewoon niks van maken. Nou ja, gisteren moest Boters zich melden en ja. Boters is dan niet gegaan. Hey, want Boters benoemt zich op, ja, ik heb amnestie gekregen, dus hij is er niet. Wat vind je ervan? Ik vind Boters heeft gewoon groot gelijk. Al was ik het ook, had ik het ook niet gedaan. Ik ben eens met Boters, hoor. Weet je, Boters heeft gewoon groot gelijk. Klaar, bam. Mooi. Boters heeft groot gelijk. Ja. En dus als jij mag stemmen, dan weet je wat wie je zou stemmen, bijvoorbeeld. Ja, natuurlijk wel. Zou ik wel voor NDP stemmen? Voor Boters zou ik stemmen. In plaats van die Santoki. Oké, dank voor je mening. Heb je nog iets te melden? Zijn er nog dingen die je zegt? Nou, dat wil ik even zeggen. Of wil je nog mensen de groeten doen? Nou, ik zou alle Surinamers de groeten willen doen. En dat was het. En dat het beter gaat in Suriname.
Precies, en dat het ook beter gaat in Suriname, ja. Nou, dankjewel dat je voor de camera bent gekomen, Cultuur TV. Kijk je wel eens naar Cultuur TV? Ja, tuurlijk wel, want toen je langsliep, zag ik het meteen aan je microfoon. Zei, hey, Cultuur TV. Nou, dat zijn we zin, vinden we fijn om te horen. Ja, en in principe hou ik van Cultuur TV. En ik blijf van ze houden. Klaar. Thank you, dankjewel. Ik wens jullie een fijne dag hier en het beste. Thank you. Ja, Bradagassa, hier te Almere. En ook jouw wens je woman bij. Meneer, wat is uw naam? Fijne? Ik ben Winston Wilson, meer bekend als linkse. Oké, okay, meer bekend als linkse? Linkse, ja. Oké, okay, hoe voor waar linkse? Ja, linkse, mijn broer was een beroerde voetballer in Suriname. Dus dan vandaar dat ik wala Bradagassa in linkse. Oké, okay, mooi man. Oké, okay, we zijn hier ja, Almere, bij van de buurt. Ja, ik ben van de buurt. Ik ben van Almere stad zelf. Mooi man. Oké. Okay. Ik kom dus uit Suriname. Dus je volgt een beetje wat er daar gebeurt in Suriname. Tuurlijk. Het doet je wat. Want je hebt een andere baan met Suriname. Vandaar dat je je bezig gaat houden met Suriname. En ik heb kinderen daar zo. Dus je weet het, papa. Het gaat je bezig houden wat er daar speelt bij die mensen. En de regering die nu aan het bewind is, helemaal niet te praten. Ook niet naar huis te schrijven. Wat ze daar doen met die mensen. Het gaat helemaal niet zo goed nu. Het gaat op dit moment helemaal niet zo lekker in Suriname. En de mensen zeggen van, joh, als Anego onderbouwt, ze ging het iets beter en nu niet zo lekker. Wat vind je ervan? Als ik hiervan moet zeggen, dan denk ik van, het gaat de verkeerde kant op. Omdat een fans en family beleid gaat nooit ook kan je nooit een land draaien. Snap je? Corruptie hier, corruptie daar, corruptie zo. Hoe ga je dat? En wat die ouderen doen, en dat gaat die kleineren doen. En dat heb Sanas Ranang. Roof, je gaat criminele activiteiten hebben. Angri, Tsinga, Gohodu, Profici, Wissani, Nanga, de Sutsan, dat weet je. Het is niet te doen daar, man. Maar volg je de situatie nu, heer Tony Nangabouters, de man bij Gof Gotekamer, want hij is 20 jaar gekregen. Maar wat vind je zelf, de jongen? De man Gof, hij moet zich aanmelden, maar nou go. Maar Marika, ja, bekijk het even. Kijk, die man zal zijn reden hebben waarom hij niet gegaan is. Omdat die man weet wat er speelt. Die man is, is een stapje voor toch. Ik moet zeggen van, kijk, Lukone qua leider. Heeft hij alles onder zijn hoede. Van, heeft zijn mannetje alle plaatsen. Van de wereld heeft zo'n man een, ja, zijn mannetjes, FBI of S2's. Dus zelf in de regering, zelf heeft die man. Zelf bij de rechterlijke macht heeft die man zijn mensen. Hij heeft zijn inlichting en dienst. Papa, niemand heeft zijn inlichting. Zelf Amerika heeft niet zo'n inlichting dienst als een meneer Boutersen. Ja, man, want hij zei het van tevoren. Hij zei, mensen rusten, kalmte. Amabe kades maar tot kalmte. Hij zei, no spang, zachte landing. Dus amabe sabiba. De man zei, rokona nga kuda, kuda in, kuda twee. Dat die wama kataki dan, awasi. Ja, dat wat je zag, iedereen was kalm, de man tak jongen. En hij zei, no spang, zachte landing. En als iemand zegt zachte landing, dan wist hij al van, hey, misap sopsa. Ik ben ook militair geweest. Ik weet hoe die dingen zijn. Ik ken die tactieken van die mannen. Ik ben 20 jaar militair geweest. In Suriname? Ja, korporaal 1. Ja, maar mooi man. Kok, hè? Kok. Kok is een babori. Ja, we ben ja toen aan de boeien draai. Is er een borgie de boei voor Sidjaso. Ja, Jerry nam je man, dus daar ja. Altijd mijn kop aan, man. Is dat fatal. Mooi man, nee, leuk om te horen. Dus jouw mening is, hey, laat boten ze met rust. Dus jouw mening en Mekamal. Wat is jouw mening? Bro, ik ga je eerlijk zeggen hoor. Mijn mening is, die man is al oud. Die man sukkelt al. Kijk, die twee mannen gaan naar binnen. Je ziet van de man, tak, jong. Broeder, die binnen die de was, die moro. Na goed, de man moet begi wang. De man moet begi de man goed wang. Want wang. Oh, huisarrest of iets? Huisarrest, ai. Maar de man, zij hebben naar de man dat. Omdat ze alleen om de familie tevreden te stellen. Dat is het. Dat is het. Dat hebben we niet. Je hebt een van familie eten. Next up, Alassane Sus. Dat is familie bij Wani. Dus voor de steen, je soort de man dat Samsa de man zang de Okombaka. Zo kan niet meer komen. De man rust, laat die man rusten. Kijk, als het in mijn dingen, als het kan mijn vader zijn, kan mijn moeder zijn of wat dan ook, mijn kinderen, is dat niet ook. Ja, je gaat, het gaat altijd in je hart blijven. Maar ja, er is geen andere keuze dan je neerleggen.
landsbelang. Laat alles voor de lieve heer daarboven. Hij weet wat hij verder gaat doen met deze mensen. Isabito. Maar het gaat meer specifiek om de verkiezing. Niks anders. Hey, vertrouw de Grieken niet, al komen ze met geschenken. Vertrouw de Grieken niet. Dat wil deze man hebben. De president zelf van Suriname met tegen mij Luko in de camera. President Santoki, je bent altijd een verrader geweest. We weten het in Holland, we hebben je niet ontvangen toch. En we willen je ook niet hier hebben. Al heb je gewerkt voor die man. Je gaat niks ermee bereiken. Want Bouterse komt groot weer en hij gaat weer komen. Je mag doen wat je wil. Boom! Ja mensen, dat is het. En jullie hebben het gehoord. Dankjewel. En Atori, die zou guawaka. Ja. Oké, power hè. Oké, power. Thank you. Ja, Bradangasa, hier zijn we weer. Het is Almere nog steeds. En hier staat ook een mevrouw. Mevrouw, hoe gaat het met u? Goed hoor, met u. Fantastisch. Blij dat u voor de camera komt. U bent geboren in Suriname? Ja, geboren en getogen. Trotse Surinaamse. Ja, en hoe vaak gaat u naar Suriname? Nou, vaak genoeg. Maar tegenwoordig denk ik 2 keer of 10 keer na door de koers vandaar. Ja, het is allemaal een beetje erger geworden, zeg maar. Ja, klopt. Volgt u de situatie op dit moment ook in Suriname? Ja, natuurlijk, als Surinaamse. En dan, wat vindt u ervan, Bouterse nu? Ze willen hem opsluiten. Wat vindt u ervan? Het is heel dubbel, hè, zeg ik. Maar kijk, op afstand, zolang je niks gezien hebt, kan je niet bepalen hoe of wat of meepraten. We waren niet daar. Dus vandaar. We waren niet daar, inderdaad. Maar nu zeggen ze, oké, 20 jaar. Maar hij moest zich melden, hij is niet gegaan. En wat vind je zelf dat hij niet is gegaan? Dat is zijn keuze, hè. Ik zeg het nogmaals. Hij bepaalt het, hun bepalen het. Ik was niet daar, wij waren niet daar. Mooi zo, duidelijk. Duidelijker kan het niet. Vandaar, ja. Duidelijker kan het niet, nee. Oké, maar Suriname, je gaat wel eens vaker, hè? Dus al elk jaar? Jawel, redelijk elk jaar. Dan heeft u mensen daar die ook de groeten wil doen, want ze kijken? Ja, natuurlijk. Alle familieleden, kennissen, vrienden. De groeten vanuit Almere. De groeten vanuit Almere. Nou, de groeten terug van overal ter wereld die kijkt, ja? Ja, natuurlijk. En succes, hè, Kulturu.com. Ja, dankjewel. We blijven doorgaan. Ja, Bradangasa, jou de baka. Kulturu TV speciaal voor jou. En hier te Almere weer zien we een hele stand hier op de markt. Groenten, bananen, alles zie ik hier. Napi. Ah, mooi man, Jinja. Bier is revi. Mensen, dus als je straks hier te Almere bent, wakapsa, bij Inja Saniere. No vergeti. Goed, dag heren, hoe gaat het met jullie? Gaat goed. Ja. Gaat zijn gangetje. Leuk maar om jullie te ontmoeten hier. Wat is je naam? Mijn naam is Mali. Ricky, mooi welkom bij Kulturu TV. Gaan jullie wel eens naar Suriname? Ja, ik ben er een paar jaar geleden geweest. Met mijn opa overleden. Dit jaar wil ik wel gaan, zeker, absoluut. Ja. Mooi zo. Ik ben een tijd niet geweest, maar ja, de toekomst zal wel uitkijken. Oké, leuk. Maar jullie volgen de situatie ook in Suriname? Zeker. Absoluut, ja. Wat vinden jullie ervan? De mensen volgen het ook. En het is gesprek van de dag gisteren, vooral Bouterse. Hè? Mensen zeggen, hij moet zich aanmelden. 9:00 morgens bij het gevangenis. En ja, hij dacht, ja, dag, ik ga niet. En wat vinden jullie ervan? Nou, het is wel moeilijk om daarover antwoord te geven, hoor. Kijk, het is eigenlijk een probleem van Suriname. Mensen moeten even kijken hoe ze ermee moeten omgaan. En het Hof heeft een oordeel geveld. En ja, als je zegt dat het Hof het oordeel heeft geveld, en dan moet je ook even gevolg gaan geven. Tuurlijk, maar als Surinamer heb je ook een mening. En jouw mening telt ook. En wat vind je ervan dat hij op de vlucht is gegaan? Ik bedoel, sommige mensen zeggen, die meneer is laf. Hij moet staan. De rechter heeft uitspraak gedaan. En dan ga je op de vlucht. Anderen zijn wel gegaan. Kijk, het is, de een zegt dit, de ander zegt dat. Wat is jouw mening? Nou, op de vlucht gaan, dat zegt men. Maar wie zegt ons dat hij op de vlucht is gegaan? Dat weten we toch niet. Misschien is hij binnen dus. Ja, misschien is hij gewoon lekker thuis. Als zijn vrouw zegt, hij is er niet al een paar dagen niet. Ja, wie moet je geloven dan? Ja. Als zijn vrouw zegt, hij is niet thuis, hij is weg, hij kan elk moment wel komen. Maar ja, hij moet zich aanmelden, daar gaat het om. Nee, maar dan moet men ook even wachten toch. Als de vrouw zegt, hij gaat komen, ja, gaat hij waarschijnlijk zich toch aanmelden. Ja, dat kan. Maar aan de andere kant, als ik was veroordeeld, dan zouden ze me gewoon komen halen. Dan zouden ze niet voor de deur voor me erf staan en
hè, dan zal RBT me sowieso komen halen. Dus ja, de vraag is van, ja. Het is voor de meningen zijn verdeeld. De ene zegt ja, hij moet zich melden. Om eerbied te geven wat men zegt, hè, dat er recht heeft gesproken. De ander zegt nee, hij laat zien van nee hoor, hij luistert niet. Nee, maar dat is eigenlijk het werk van het Openbaar Ministerie toch? Kijk, als er een vonnis is uitgesproken, ja, dan moet men eigenlijk overgaan tot eigenlijk aanhouding. En als men dat niet heeft gedaan, ja, dan ligt het niet eigenlijk aan degene die veroordeeld is. Men moet gewoon eigenlijk handelen conform eigenlijk de regels van het land. Men moet overgaan tot aanhouding. En als men dat niet doet, ja, dan zei je dat eenmaal zo, toch? Ja, dus die gaat er dan opsporingsbevel de deur uit. Dat zou dat moeten gebeuren. Oké, dat zal meteen het land zijn, want hij kan het land niet uit, want als hij naar het buitenland gaat... Dat weten we toch niet, toch? Kijk, iedereen zegt dat die man uit het land is, maar ja, misschien is die man gewoon in het land. Suriname is groot. Nee, Suriname is niet groot, hoor. Vier keer Nederland. Ja, maar ons kent ons. We kennen elkaar allemaal in Suriname. Okay. Nou, maar voor de duidelijkheid, jullie mening is oké. Het is een Surinaam ding, maar als een van ons het was, waren ze ons gewoon thuis komen halen. Ja, kijk, ze zouden ons misschien ook thuis komen halen. Maar ze zijn hem ook gehaald, toch? Maar als je er niet bent, ja, kan men je toch oppakken, toch? Hij moest zich melden. Als ik niet thuis ben, kan men mij ook niet oppakken, toch? Dat is zo, maar nee, toen ging erom, die anderen hebben zich wel gemeld, hè, die andere collega's. Ze zouden een reden hebben, hoor, dat hij zich niet heeft gemeld. Nee, het gaat erom, hij heeft amnestie gekregen. En die is dus een of andere manier, amnestie is weggeveegd, zeg maar. Dus daar, dat is eigenlijk iets, een dingetje. Wouters heeft amnestie gekregen, maar nu, iemand heeft het weggehaald. Ja, kijk, als ik ook een boete gisteren heb gekregen en zeg maar dat ik het niet hoef te betalen en morgen moet ik het wel betalen, ja, dan is de vraag, en welke van de twee oordelen ga je dan houden? Ja. Het is een moeilijk dingetje. Het is moeilijk hoor. We zijn geen juristen. We moeten ons ook niet op glad ijs begeven hoor. Kijk, laat het voor degene die daarover gaan, weet je wel. We hebben de kennis niet. We kunnen zoveel praten over amnestie. Maar ja, ik ga geen uitspraak doen over amnestie. Nee, we doen geen lesgeleerden. Oké, we zijn geen lesgeleerden hier. Maar goed, we hebben wel een mening over Bouters. Bouters is bevelhebber geweest. En noem maar op, president. Dus we hebben een mening over. Het is gesprek van de dag. Maar gelukkig... zijn jullie voor de Kamer gekomen? Hebben jullie nog iets te melden? Ja, eet in 2024 gezond. En als je in Almere bent, kom even langs ons kraampje. Nu hebben we 4 meter, woensdag hebben we 8 meter. En verschillende soorten Surinaamse groentes. Ja, motto is vers. 1,50 euro. Kweken zelf ook in kassen, maar in Almere buiten. En daar bent u ook een keertje geweest. Klopt helemaal, ik ben daar geweest aan de kassen, ja klopt. Ja, we kennen Cultuur TV en ik wens iedereen een mooie 2024. Nou, dankjewel, we zijn blij dat jullie ook hier bezig zijn. Ook leuk dat jullie hier bezig zijn in de kassen hier. Ja, zeker. Het begon met de hobby en het is uitgegroeid tot een onderneming. En binnenkort ook in Lelystad verkoop ik bloedworst. Dus als je in Lelystad bent en je lust bloedworst, vlees of kipworst, kom langs. Waar is dat van Lelystad? In het centrum is het, ja. In het centrum, oké, dan weten we dat ook weer. Lekker bloedworst, vleesworst, noem maar op. Absoluut, zeker. Oké, mooi zo. Nog die mensen de groeten doen? Oké, nou, ik zou zeggen, iedereen de groeten van Ricky uit Almere. Ricky vanuit Almere. Ja, Bradasa, dit was het weer Almere. En we gaan op zoek naar de volgende spreker. Ja, Bradasa, jouw debakka Cultuur TV speciaal voor jou. En hier zien we meneer voor ons weer, de Almere Mark hier. En dag meneer, wat is uw naam? Max. Max, dag Max. Welkom bij Cultuur TV. Hoe lang woont u al in Nederland? 42. 42 jaar. En u komt uit Suriname? Ik kom uit Suriname. Suriname. En gaat u wel eens naar Suriname? Niet wel eens. Wanneer ben u voor het laatst geweest in Suriname? Laatst geweest 82. Sinds 1982? 1982, ja. Dus u weet niet meer hoe Suriname eruit bijna ziet? Helemaal niet. Ja, maar u volgt wel de situatie daar zo'n beetje? Min of meer. Min of meer dus. Maar Suriname trekt niet meer? Eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Waarom dan? Waarom dan? Goeie vraag. Het boeit me eigenlijk niet zozeer meer. Maar is er een reden? Ik ben naar Nederland gekomen. De meeste mensen denken, oh jee, Suriname, weet je, die gaan misschien ieder jaar. Maar je zegt, sinds 82 ben ik nog omhoog. Ja, sinds 82 ben ik nog omhoog. Ja. Maar is er een reden? Niet echt een reden. Ik vind het voldoende.
wat ik dan iedere keer lees en zie, dat vind ik voor hun voldoende. Maar niet alles is waar. Soms moet je dingen zelf zien. Dat klopt, en dat is de reden. Daarom moet je soms met jezelf gaan, dan proef je hoe het is veranderd. Dan ga je zien van 82 van BD en hoe het nu is. Ja, ja. Maar ik ben wel die kant op geweest, maar in het Caribisch gebied. Oh, Caribisch gebied, ook leuk hè? Wel geweest, ja. Mooi. Ik ben eigenlijk half Surinamer, half Antilliaan. Oh, half Antilliaan, dus je kan ook... Oké, ik snap het, maar je bent wel naar Curaçao gegaan. Aruba. Je gaat wel naar Aruba. Ja, dat is mijn landje. Dat is je land. Maar waar ben je geboren? Huh? In Suriname. Ik heb veel meer jaren op Aruba gewoond, vanaf mijn geboorte, zeg maar. En dat is de reden eigenlijk. Oké, dat is de reden. Oké, we snappen dan. Ik voel me meer Arubaan dan Suriname. Oké, dat snap ik hem een beetje. Maar goed, misschien moeten we toch wel een keertje gaan kijken hoe mooi het is geworden daar. Ik ben van plan, maar je moet natuurlijk... sparen enzovoort. Maar dan volg je de situatie nu niet, of wel, want boters en dat allemaal. Ja, dat volg ik wel. En wat vindt u ervan? Ik vind het een beetje horror worden. Horror? Ja, horror worden, ja. Hoezo horror? Omdat die man, hij is weggegaan. De laatste nieuws is opsporen. Ze zijn hem aan het opsporen. Maar wat vindt u ervan? Kijk, van nou, waarom heb je jezelf zo moeilijk gemaakt? Want hij heeft zichzelf eigenlijk een beetje moeilijk gemaakt. Maar wat had hij moeten doen dan? Wat hij had moeten doen? Had hij zich moeten aanmelden? Wat had hij moeten doen? Ik heb ook gehoord dat hij heel veel dingen heeft gedaan om niet te gaan zitten. Maar eigenlijk moet je toch gaan zitten. Maar weet je wat het is? De meningen zijn zo verdeeld. De ene persoon zegt nee, hij moet niet zitten. De ander zegt ja, hij moet zitten. De een zegt ja, hij moet niet wegrennen. De ander zegt ja, hij moet gaan. Wat vindt u zelf? U vindt dat hij moet gaan? Ja, ik vind van wel. Dus kunt u het onderbouwen? Waarom? Omdat er een uitspraak is gedaan. Hij is gevonnist. Hij is gevonnist. En als je gevonnist bent, helaas. En ik denk zo, als je bent gaan zitten, dan word je gefaciliteerd. Dat is één. Want hij is een bijzondere man. Dan word je gefaciliteerd. Je bent president geweest. Ja, daarom. Dan word je gefaciliteerd. Je krijgt eten, je krijgt drinken, dokter. En die man is ziek, hè? Maar weet je wat het is? Op basis van je ziek zijn, de boel ondersteboven gooien. Maar dan helpen. Maar Boutus heeft toch amnestie gekregen? Ze zijn ermee bezig, nog. Maar telt het niet? Ze hebben het weggehaald. Je moet eerst zitten. Dan pas kan je dan... je moet eerst gaan zitten, dan kan je dan, Of had hij gratie moeten vragen? Heeft hij ook gedaan, maar ze hebben het verworpen. Volgens mij heeft hij het niet aangevraagd, heeft het niet gevraagd. Uw mening is dat, hij moest eigenlijk zich aanmelden. Hij heeft het zichzelf moeilijk gemaakt. Aanmelden, ja. Want, weet je, als je ziek bent, dan gaan ze je toch heel helpen, op een of andere manier. Ze gaan hulp zoeken van, hij moet niet lang ziek worden, hij moet toch wel. Dan komt er een moment, denk ik, dat je wel die gratie had kan krijgen. Maar kijk, Bouter, er is zoveel gebeurd in het land. Maar stel dat ze hem hadden gearresteerd, zou er misschien een rellen komen in Suriname misschien? Sowieso, want hij heeft natuurlijk een achterban, hè. Want er zijn veel mensen die van hem houden. Ja, ik hou ook van hem. Die man komt ik ben opgegroeid in die omgeving. Dus u kent hem? Ik ken hem, ja. Ik ken hem. Ja, welke buurt? Ik denk in de buurt van Kwartaweg. Oké. Buurt van Kwartaweg. Oké. Mijn oom heeft hem gecoacht. Gecoacht? In Spaans. Want mijn oom was een Spaans docent in Suriname, boekstaaf. Oké. En nu is het zo, hij is nu op de vlucht. Het is een moeilijke situatie. We willen allemaal dat het goed gaat in Suriname. Hè? En wat is het beste voor het land? En ze mag geen jugo komen en dat het rustig zal verlopen verder. Ik denk dat het wel verder rustig zal verlopen. Maar die mensen hebben hoofdpijn. De mensen hebben hoofdpijn? Hoofdpijn, ja.
Nou, ik hoop ook de mensen daar dat het rustig blijft natuurlijk. En dat er toch een oplossing komt voor Boutersen. Want wij gunnen hem, niemand gunt hem ook dat hij 20 jaar op de vlucht moet zijn. Het is best wel lang. Het is wel lang, ja. Best wel lang, ja. Hopelijk om. Wat ik eigenlijk hoor, hij heeft ook heel veel goede dingen gedaan. En ik zie daar ook een stukje compensatie in, aan al het goede dingen die hij gedaan heeft. Ja, ja. Dus je zegt eigenlijk moet er moet nog een keer naar gekeken worden. Ik gun hem 5 jaar bijvoorbeeld, of 3 jaar. Ja, dat er toch iets, dat er iets gebeurt, dat ze aan tafel weer gaan zitten en toch gaan kijken van hé, die meneer is president. Sommige dingen moeten willen gebeuren daar zo. Nou, dank u wel voor uw medewerken, voor uw, ja. Even dat ik dit mag doen. Ja? Ja. Nou, dan kan je een lot gaan kopen. Ja, oké. Nou, dank u wel, hè. Succes verder. Hier zijn we weer op de Almere. En Almere, daar is Sabi wel op Strana Brada dit jaar, zo wel op Strana Sma. En die gaan lekker eten kopen, groenten kopen, alles hier te vinden, wel op Smaja. En hier weer te Almere. Ja, mensen. Goeiedag Cultuur TV. Goeiedag meneer, wat is uw naam? Ja, goeiedag, mijn naam is Marvin. Marvin! En wat doet Marvin zoal hier? Ja, we zijn op de woensdag en op de zaterdag. Dan hebben we dus lekkere vleesworst, bloedworst, fladder. En op de zaterdag dan barbecuen we erbij. Sandati, dus mensen, jullie horen het. If we aan jouw zoeken gaan hier te Almere, dan natuurlijk weer lompsaja tapa woyo. En dan kan je lekker, vooral op de zaterdag, misschien met die tapa faya. Ja, helemaal. Helemaal, goeiedag. En nog een vraag even. Suriname, kom je wel eens? Ja, zo af en toe. Zo af en toe. En wat vind je van de situatie zoals het nu aan toe gaat daar in Suriname? Treurend. Treurend, wat is treurend? Wat merk je? De manier hoe de regeerders daar bezig zijn met het land en de financiële situatie. En de financiële situatie daar. Een heleboel mensen zeggen dat ze komen niet uit. Ze komen helemaal niet uit. Alles is duur geworden daar. En kleine schrale salaris. Dus, En nu op dit moment zie je dat er een heel jugu is met Boutersen op dit moment. Mensen zeggen ja, hij moet het gevangenis aan. Ze zeggen nee hoor, dat hoeft niet. Volg je het een beetje? Ja, ik volg het op de voet. En wat vind je ervan? Nou, het is een politiek proces. Politiek. Dus het is geen juridisch ding meer? Nee. Ik vind dat de OM allang had moeten ingrijpen voordat de rechter... De vonnis had uitgesproken, moest hij daar een hoger beroep gaan om gevangenneming te lassen. En dat hebben ze niet gedaan. Dus ik vind niet dat Boutersen opgesloten moet worden. En nu heeft zich... proces. Hij heeft zich niet aangemeld. Ja, dat is goed. Helemaal goed. Ja, heel goed. Want je hebt geen opsporingsprocedure. Waarom ga je dus nu? En ik ben benieuwd nu wat ze gaan doen om, nadat hij zich niet heeft aangemeld. Want als je geen gevangenneming hebt gelast... Dan, maar ze gaan een opsporingsbevel moeten doen, denk ik. Ja, maar er is al een uitspraak gedaan, zonder gevangenneming. Dus hoe ga je dat dan verder doen? Nou, kijk, die andere gasten, hè, die ook veroordeeld zijn samen met hem, die hebben zich wel aangemeld, hij niet. Ja, ik denk dat het uit onwetendheid is dat ze zich hebben aangemeld. Maar ze hebben toch een advocaat, die een raadsman? Ja, is ook dezelfde raadsman. Maar waarom zegt hij ze niet? Ga niet. Dit is dus onwetend, want is de advocaat, het is jouw vrije wil. Dus als mijn advocaat zegt, je moet niet gaan en je vindt dat je toch gaat. Dus dat weten we niet als de advocaat gezegd heeft dat ze moeten gaan of niet. Maar als je niet gaat, gaan ze je toch komen halen? Nee, ze gaan je niet komen halen. Want nee? Ze toch niet gaan halen? Ze gaan zijn Boutersen niet gaan halen? Ze zijn Boutersen niet gaan halen. Ja toch, ze zijn hem niet gaan halen. Dus waarom zijn ze die anderen niet, dan zouden ze die anderen ook gaan halen toch? Maar dan denk je niet dat ze niet een opsporingsbevel is, dat Boutersen internationaal, nationaal op een lijst komt van opsporing? Ja kijk, als je geen gevangenneming hebt gelast bij de uitspraak, dan op grond waarvan ga je nu een opsporingsbevel uitbrengen? Dus maar dan zou de advocaat, zijn raadsman, zou toch moeten zeggen, jongens, jullie hebben niks, blijf maar lekker thuis zitten. We gaan Boutersen kan dan lekker in het huis blijven. Waarom is hij dan weg? Ja, dus dat is, ik weet dus niet waarom die advocaat dat gedaan heeft. Hij zal weten waarom hij het gedaan heeft, maar als ik hun was, zou ik me ook niet gaan aanmelden. Ik snap je punt. Jij zou niet gaan. Je zegt liever, nee, Boutersen is goed voor het land geweest, jongen. Libatori.
nou niet. Kijk, Boutersen heeft veel gedaan voor het land, maar ik zeg hier, hij had een eerlijke proces gehad, moeten krijgen. En ik vind dus dat het proces niet eerlijk is. Het proces is niet eerlijk gegaan? Nee. Mooi zo. Dus jouw mening is, Boutersen moet niet in een gevangen. Hij hoort daar niet thuis. Het is niet eerlijk gegaan. Want er heel veel dingen waren. Er is een dossier van Nederland die niet openbaar is geweest ook. Ja, precies. Dus als dat ook openbaar was gekomen, dan konden we zeggen van oké. Als we precies weten wat er daar gebeurd is toen in het fort. Ja. Ik was nauwelijks een jaar oud of twee. Dus ik weet niet precies. Maar ja, we moeten... Oké, dankjewel. Ik ben blij dat je ook voor de camera komt. We zijn trots op jou hier ook, dat je lekkere eten verkoopt en alles hier. Wat heb je nog meer? We hebben nog lekkere gemberbier, maïzena koekjes. Dus we hebben alles in huis, alles onder één dak. Alles onder één dak. En jullie weten het, is Lekjouw kan komen. We hebben Baya Sweet Injang hier te Almere, hier op de markt. Nou, dankjewel. Wil je nog mensen de groeten doen? Groetjes aan iedereen, ja. Mooi zo, dankjewel. Oké. Ja, hier zijn we weer. Culturo TV speciaal voor jou. En hier tot Almere zijn we. Almere. En dan zien we weer een meneer voor ons. Dag meneer, wat is uw naam? Lando. Lando, welkom. En waar is Lando geboren? Suriname. Suriname, mooi. Ga je wel eens naar Suriname? Ja, natuurlijk. Hoe vaak ga je naar Suriname? Zodra ik kan. Oké, we zijn hier op de markt in Almere. Woont u ook in Almere? Ik woon in Almere. Wow, mooie stad, hè? Ja, zeker. U gaat vaak naar Suriname. De situatie nu in Suriname, heb je het een beetje gevolgd? Ik volg het op de kanalen die we hebben. Social media en zo, familie en zo. Dus, ja. En nu met Boutersen allemaal. Hij is op de vlucht, zegt men. Ze kunnen hem niet vinden. En 2 weken geleden is hij veroordeeld. Hij mocht naar huis. En niemand had verwacht dat hij... De staat waarschijnlijk had niet gedacht dat hij weg zou gaan. Dat hij onder zou duiken. Maar nu zijn ze hem gaan zoeken. Hij moest zich melden, hè, gisteren. Maar hij is niet geweest. Ja, wat kan ik daarop zeggen? Kijk, het is iedereen had verwacht van... Ja, wat gaat die man doen? Maar ja, ze hadden het misschien anders moeten aanpakken, denk ik. Ja, ik kan zeggen waar die man nu is. Ja, niemand weet het, zeg maar, hè? Nee, ik vind het wel een beetje een poppenkast. Je vindt het een poppenkast. Maar stel nou, ze hadden hem gevangen genomen. Wat zou er gebeuren, denk je? Zou er rellen ontstaan of denk je nee? Het is moeilijk om te zeggen, denk ik. Moeilijk te zeggen. Maar denk je niet van, oké. Sommige mensen zeggen hij is laf. Anderen zeggen, nou, is goed dat hij weg is gegaan. Wat denk jij? Dat hij niet is gegaan. Sommige mensen zeggen hij is laf. Dat betekent dat die man het niet erkent. Dus dat hij daar hoort te zitten in principe. Dus ja, hij vlucht. Maar Boutersen heeft altijd gezegd, hij erkent het rechtssysteem. Weet je? En nou is hij... Veroordeeld is dus dat hij zijn straf niet herkent. Dus dat geeft wel genoeg aan, denk ik. Hè, kijk, als je gaat vluchten en hè, niet onderkent, dan beken je voor mij schuld. Hè? Nu niemand weet waar hij is, hij is er niet. Hè? De mensen zijn bij ze thuis geweest. En wat zou justitie nu moeten gaan doen? Moet ze echt als opsporingsbevel, wat moet er gaan gebeuren nu? Kijk, als het volgens het rechtssysteem is, dan moet er natuurlijk ook gebeuren, denk ik. Hè? Dus die man moet... in ieder geval op sporingsbevel of wat dan ook. Kijken van die man, moeten nu acties ondernomen worden, denk ik. En 20 jaar zou je moeten schuilen, niet als het ware. Ja. Suriname is groot, hij kan overal zitten. Ja, Suriname is groot. Oké. Nou, heb je nog wat te melden van jezelf? Wil je nog iets zeggen? Heb je nog mensen in Suriname die je wil groeten? Familie, genoeg daar. Dus iedereen daar groeten, zeker sowieso. En ook condoleren met het verlies van mijn oom. Je oom, ook gecondoleerd? Ja, dankjewel. Oké. Nou, dankjewel. Thank you. Oké. Fijne dag. Ja, Bradangasa, dit was het ook alweer. Culturo TV speciaal voor jou. En hier te Almere. En natuurlijk, Theodoro Ampresi, dat weet ik deze man, dat is Odi. En op Almere is alles fijn. Hoe is Pang, alles mijn taxa de Wani. Het is iedereen zijn eigen mening. En
natuurlijk, jouw mening telt ook. Unespang, Cultuur TV speciaal voor jou. Jouw mening telt hier. Branagasa, laat je niet tegenhouden if you want Takwantori. Cultuur TV is er speciaal voor jullie. En if you want Sandesa, you want Taki, bel gerust naar dit nummer die je onderin ziet in beeld. Cultuur TV speciaal voor jou. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Happy, happy. Happy, 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 happy. Make you day a bells a jingle. Can't say say come, go jingle. Pinch you single, yeah. Make you day na sterna top fu a boom. And brief ya fu na new year say come. Oh jingle, wish you single. Voor een goede mondbehandeling gaat u naar Dental Care. Dental Care gevestigd aan de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost. Deskundig en ervaren in tandcontroles, tandenbleken en spoedbehandelingen. Bel of kom langs voor een consult. Dental Care, kwaliteit, garantie en zorg van uw gebit. Onze professionals staan voor u klaar. Mama's running.